Vier weekenden zijn ze al bezig geweest voor het goede doel. De leden van Kiwanis Nijmegen. Ondernemers uit de regio zetten zich in voor het vergeten kind. Onder leiding van banketbakker Loinga hebben ze allemaal lekkernijen gemaakt. Duizenden kerststollen zijn er al gebakken. We bakken nu brood voor het goede doel. Een paar jaar geleden ben ik benaderd door een van de mannen van de Kiwanis Club. En zij wilden stollen bakken om daarmee geld op te halen. En toen hebben we gezegd, van als je nou zelf medewerkers levert, dan hoef ik geen personeelsleden in te schakelen om te betalen. En dan leveren jullie de uren. En op basis daarvan heb je dus een groter overschot voor het goede doel. We werken met 11 mensen om die stollen te bakken. Daar hebben we 3 vakmensen. En de rest is dus van diverse pluimage uit het bedrijfsleven. En met een beetje sturing kan ik ze redelijk in het gareel houden. Normaal staan we hier met 6 man te bakken voor onze winkel. Dus we zijn nu een uurtje eerder begonnen, 3:30 al. En om 7 uur waren de banketbakkers weg van onszelf. En kwam deze club om te stollen bakken. Ja. Het is natuurlijk een super drukke tijd nu. Ja. Het is ook de laatste zaterdag dat we dit kunnen doen voor het goede doel. Wat u daar op de tafel ziet liggen, dat zijn onze eigen stollen. Ja. Dat is ons eigen product. Ja. En daar gaan we natuurlijk mee de boer op. Het wordt inderdaad over 2 weken nog ingepakt. Het is nu naar een vrieshuis gebracht. En over 2 weken wordt alles in een doos gestopt en dan gaat het naar de klanten toe, zeg maar. Geweldig dat we dit mogen doen hier bij ons lid Koos-Jan. En het is fantastisch om dit met elkaar te mogen doen. Nou, het goede doel is iedere keer bij Kiwanis een ander doel. Dit jaar hebben we Tante Leni. Tante Leni is een bekend verhaal hier uit de omgeving. En die verzorgt vakanties voor wat minder bedeelden.